allemaal. Het is de opening van de kermis hier in Tongeren. Nou, dit is Tongeren hier, de kermis. We gaan het natuurlijk leuk maken. We gaan natuurlijk niet te kijken. We hebben net de opening gezien hier. Daar gaat hij dan. Kermis. Zo, dan zijn we naar de Tongeren kermis. We gaan hier plezier maken. We zijn natuurlijk aan het hier op de kermis. En de kermis is hier geopend. We gaan plezier maken hier. We gaan natuurlijk op de... Tot later. De Merizones zijn in de rij, aan de overkant natuurlijk. De paardendraaimolen, die staat ook vaker ergens onder de kermis volgens mij. Hier natuurlijk het eendjesvissen, dat is hier op de kermis allemaal. En daar krijg je de Copacabana. Ja, natuurlijk leuk om te gokken en zo. Dan kan nog anders hier de schietent hier op de kermis. Dan sta hier bij Maxime Dini en dan kun je natuurlijk deze kant uit kijken. En dan zijn er leuke zaakjes hier. Maar er is geen beweging in te zien daar. De
power. Nou, de hamburgerzaak natuurlijk. En de Kitchen's Kingdom. En hier de hele mooie Alibaba. Echt een mooie zaak hier voor te zien. En ook wel de muziek erbij. Nou, daar gaat hij dan. De Alibaba. De wipprijs. Hier met zijn tongeren. Heel mooi in de LED-verlichting opgesteld. Zo'n ontzettend mooie zaak is het toch. Hier natuurlijk de schietent op de kermis. Nou, ineens en zo het Hassels gebakraam is ook present en een Hassel weer aanwezig. En dan hebben we natuurlijk een overdekte eetgelegenheid. Nou, natuurlijk hier eindjes hangen ze. De penalty shot. Moet proberen de bal in het doel te krijgen. Ja, hij zit erin. Een touwtje trekken. Ja, dan gaan we nog een stukje door hier over de kermis. Ja, snoepjes. Hier, kikkerspel, dan het groot. Kikkers, dan moet je de ballen in de kikkers in de mond gooien. Hier staat het nieuwe, andere huis, het New Generation Funhouse. Nou, de Camille Race op de kermis. Altijd al leuk om te zien. Ja, een andere zaak. Hier moet je de bal in de basket gooien. Ja, hier heb je de kast van Thomas. Heel mooie botsautjes eigenlijk. Mooie autoscooter. Ook hier op die ook wel vrij hard staat. Hier heb je een klein stukje van de autoscooters. Hier natuurlijk. Hier. En hier heb je nog anders de Air Max van Dot. Nou, hier vraag. 6 euro voor om deze zaak te kunnen instappen. Ongelooflijk. Nou, hier dan de House en Spookhuis hier in België. Normaal staat hij ook vaker op de kermis in Huy. Op de 1 euro kermis heb ik hem vaker gezien en vaker gedaan. Het is toch wel een van de leuke zaken, de Shaker natuurlijk. Best leuke rollen krijgen. Heel leuke zaak, vooral s'avonds in de belichting. Mooi om te zien hier op de kermis. Hier staan we dan bij de speedsurf van Thompson. Ik wel best wel hard gaat soms.
Ik kan behoorlijke snelheden bereiken. Het rijdt nu nog heel erg rustig. Maar nu gaat hij echt steeds sneller. Gezien op de kermis ergens anders. Hier staat nog een keer een bungee jump. Nog zo'n paleisje waar je kunt gokken. Hier nog een spiegelpaleisje. Dat eentjes hangen we. Ook al kan het hier anders natuurlijk. Een rupsbaan hier. En natuurlijk de mini's voor de allerkleinste. Als je al op de penningen kunt steken. Hartstikke leuk. Nog een keer eentje zijn. Ja, de mini zwijf. Hier dan de max move. Wie doet? En hier dan een frituur van. Ook hier nog een frituur. Hier toch wel een mooie drankcoaster hier. Hier op de kermis. Games hier. En hier de Eurobal. Hier de burgerskraam. En ook hier weer zo'n kraam. Hij is nog dicht. De speed van Eddie Jansen. Hij staat nog helemaal dicht.
the ships. De eentjes hengelen terug op de. Zo'n Luna Park. Dat is wel heel grappig hier. Tegenwoordig hier op de kermis in België. De kiesbaan nog steeds. Nog een schietkraam. Oh, dit is een hele mooie zaak van binnen. Ja. Ook een leuke zaak hier. De Golden Casino. Ook hier nog een Luna Park. Echt een heel klein zaakje, kost 4 euro en 2. En ze zeggen dat het geen spookhuis is. Nou, de game. Hier toch wel een lekkere Chinees. Dit is. Nou, en hierbij nemen we afscheid hier van de kermis in Tongeren met flink wat regen. Het water staat in mijn schoenen niet te plensen.
Ik heb een stuk of volgens mij 5, 6 of 7 keer eentjes hengelen gezien. Best wel een paar aantal leuke attracties waren aanwezig. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer meekijken. En tot mijn volgende review, oftewel een vlog, oftewel mooie onrides. Nou, tot de volgende keer. En vergeet natuurlijk te liken en te abonneren. En natuurlijk gaan we op naar de volgende kermis. Bye bye.